waar je gewoon spontaan verliefd van wordt. En dat willen we van romcoms. We willen ook een gevoel krijgen alsof we verliefd worden. Oh, we haten elkaar, maar toch worden we verliefd op elkaar. En Britse mannen zijn fantastisch. Het accent is altijd fantastisch. En vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie, want ik ga mijn top 10 romcoms op Netflix met jullie delen. Zoals de meeste van jullie weten ben ik echt een filmfanaat. Ik werk nu bij de Pathé, ik maak mijn eigen video's en ik zit de hele dag voor de buis films te kijken. Mijn hele leven is gewoon films, films, films. Dus ik dacht, ik ga een nieuwe serie op mijn kanaal starten waar ik gewoon over films aan het praten ben en met jullie deel welke films ik heel erg leuk vind. Met het idee dat jullie op Netflix weten wat jullie moeten kijken. Ik zal er af en toe ook een film tussendoor gooien die ik gewoon super leuk vind, maar die niet op Netflix staat. Want sommige films moet je gewoon een keer zien. En als die niet op Netflix staat, dan vind je maar een andere manier. In deze eerste aflevering heb ik dus 10 romcoms die ik gewoon al jarenlang kijk en gewoon fantastisch vind. Nu ben ik bang dat ik zo meteen misschien eentje mis, want het zijn er zoveel. Laten we maar beginnen met de serie die ik ook op DVD heb. En ik tel hem als 1, maar het zijn 3 films. Bridget Jones. En ik denk dat dit echt de queen is van romcom, want dit is gewoon forever de romcom die je moet kijken met kerst en eigenlijk heel het jaar door, want dit is top. En dan heb ik het natuurlijk over Bridget Jones, Renee Zellweger met haar Mr. Darcy. Een soort van moderne variant van Pride and Prejudice. Oké, Bridget Jones 1 komt uit 2001 en deel 2 alweer meteen uit 2002. Als je één personage relatable zou vinden in nowadays speaking terms, relatable, dat is Bridget Jones. Elke keer als ze een speech moet geven, gaat het verschrikkelijk mis. Ze is niet perfect. Ze heeft ongemakkelijke ouders. Ze heeft wel een hele leuke vriendengroep, maar haar liefdesleven is eigenlijk gewoon eh. En dan komen er 2 mannen in haar leven. De man die eigenlijk de meest foute man is en waar je nooit voor moet gaan als vrouw, maar wat je wel gaat doen, want zo ben je. I mean, Mr. Darcy, not my cup of tea. En Daniel Cleaver, oh my god, come here. Daniel Cleaver is echt mijn bae. Ik vind Hugh Grant sowieso forever fantastisch. Colin Firth is altijd charmant, a.k.a. Mr. Darcy, maar Daniel Cleaver heeft gewoon wat. En het is een beetje de strijd tussen de 2 guys. Voor wie gaat Bridget Jones? Bridget Jones beseft dat ze overweight is. Dat ze helemaal niet lekker gaat in haar leven. Dat ze geen man heeft. Dat ze zich alleen voelt. Dit en dat. En gaat dus in haar dagboek bijhouden wat ze eet. Stoppen met roken. Al haar stomme magazines uit de deur. Afvallen. Sporten. Om haar leven beter te maken. En dus aan zichzelf te werken. Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. In de tussentijd wordt ze gekoppeld aan Mr. Darcy. Gaat niet helemaal lekker. Wordt ze een soort van verliefd op Daniel Cleaver. Gaat ook niet allemaal helemaal lekker. Het is eigenlijk gewoon heerlijk wegkijken. En je hebt 3 delen om van te genieten. Bridget Jones 1 staat sowieso op Netflix. De andere 2 weet ik niet zeker. Omdat dit mijn eerste keer is. Ik vind het niet leuk om alleen een video op te noemen. En te zeggen van deze film is leuk. Kijk hem. Er gaat een beetje gelul bij komen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. De tweede waar ik het over ga hebben is Love, Rosie. Die met Lily Collins en... Ah, hoe heet die guy ook weer? En ik hoor altijd verschillende meningen over deze film. Maar ik vind hem fantastisch. Het is echt een lange tijd mijn favoriet geweest. Omdat ik genoot van het verhaal. Het is echt zo'n verhaal van elkaar constant mislopen. Je hebt zeg maar Lily Collins, Rosie en haar beste vriend Alex. En gaande deze film lopen ze elkaar telkens net mis. Het kijkt een beetje weg als een boek. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar sommige films zitten makkelijk in elkaar en kijken heel makkelijk weg. En deze film duurt ook wat langer. Er gebeuren zeg maar van... af. Ze is 18 tot aan dat ze in de 30 is. Dus het heeft gewoon een hele lange tijdspan. Je ziet zeg maar de personages groeien. En daarom heb ik altijd een soort van een hoofdstuk op hoofdstuk gevoel bij dat. Daarom noem ik het dan een soort van boekfilm. Het is echt zo'n avondvullende film. Ja. Ik vind hem gewoon heel chill. Het is niet zo luchtig als Bridget Jones. Maar het heeft wel dezelfde sfeer. Het is ook Brits. En ik vind Brits en romcom gewoon de perfecte combo. Britse humor is fantastisch. En Britse mannen zijn fantastisch. Het accent is altijd fantastisch. En ik vind dat gewoon helemaal chill. Dus Love, Rosie vond ik zelf echt heel leuk om te kijken. Die staat natuurlijk wel op Netflix. Dus I say check it out. Als derde film heb ik The Killers. Of Killers. En dat is met Katherine Heigl en Ashton Kutcher. En Katherine Heigl is de queen van romcom of comedy of alles van dat. Hun samen is echt een hele leuke combo. Killers gaat over een soort spion, Ashton Kutcher, die op een dag
Catherine Heigl tegenkomt. En zij worden verliefd en dan komt ze erachter dat hij een spion is. En het is chaos, ook een beetje actie, heel erg lachen en gewoon echt leuk. Leuk om naar te kijken. Deze staat ook op Netflix. Mijn vierde is What If. What If is met een vrouwelijke actrice die ik niet weet qua naam. Maar wel met onze Harry Potter, Daniel Radcliffe. En Daniel Radcliffe is heel erg grappig in deze film. Kent hem natuurlijk echt heel erg van Harry Potter en hij zal nooit loskomen van Harry Potter, want hij is gewoon Harry Potter. Maar in deze film speelt hij dus in een drama-romcom. Het is wel ook weer wat zwaarder dan een gewoon hele luchtige romcom. Maar ik weet niet wat het is. Ik vind hem wel echt heel leuk. Het gaat over friendzone eigenlijk, I guess. Meisje, jongen, komen elkaar tegen. Hebben een soort van een date, maar ook weer niet. En hij wordt gewoon meteen gefriendzoned. En vanaf dat punt is er gewoon een soort van, I don't know, hoe leg ik dit uit? Je ziet hun groei naar van, wat is dit nou? Voelen we iets voor elkaar of toch niet? Ik vind het wel een romcom. Het heeft iets zwaars, maar het heeft ook iets artsy. Ik vond deze heel leuk. Deze staat ook op Netflix. En het is ook een beetje zo'n boekfilm. Gewoon lekker wegkijken met een kopje thee. En het is ook heel leuk om Daniel Radcliffe in een heel ander genre te zien. Als vijfde film heb ik Mr. Right. Dit is ook een beetje een romcom met wat actie. Je hebt Anna Kendrick als hoofdpersoon. Die laatst ook in de bios was met A Simple Favor. Wow, A Simple Favor. Super gekke film. I don't know. Ik vind haar echt queen in comedy. Want ze is gewoon zo lekker droog. Ook zij komt iemand tegen wat, die ze eigenlijk wel leuk vindt. En hij blijkt een huurmoordenaar te zijn. Het grappige aan deze film is dat hij telkens zeg maar gewoon aangeeft van ja, I'm a serial killer. En zij zegt van, oh ja, same, haha, grapje, duh. En hij is gaande de film altijd eerlijk over wie hij is. Maar zij denkt elke keer dat hij het niet meent. Het is gewoon heel grappig, want dan zijn ze op date en dan vermoordt hij iemand. En zij zegt van, oh, where were you? En hij zei, yeah, just killed a man in the alley. En zij zegt van, oh, hahaha. En dan is het gewoon echt zo. En oké, dit is een parel, ook al wel iets ouder. How to lose the guy in 10 days met Matthew McConaughey, I mean. In die film is hij echt toppunt van verliefd worden. Matthew McConaughey en Kate Hudson. Kate Hudson werkt voor een magazine en zij heeft altijd een column waar ze gewoon haar ding in schrijft en bla bla. Dit keer krijgt ze de kans om een artikel te schrijven over How to Lose a Guy in 10 Days. Dat gaat ze dus doen, alleen moet ze toch een man uitkiezen bij wie ze het gaat uitvoeren. Maar natuurlijk komt ze Matthew McConaughey tegen op een feest, maar Ben die zit in een weddenschap om zo lang mogelijk met een willekeurige vrouw een relatie aan te houden. En dus ze hebben allebei hun eigen plan. Eén wil de ander wegdrijven om door de meest irritante vrouw ever te spelen. En de ander wil juist bewijzen dat hij gewoon blijft en ervoor gaat. Het grappige is gewoon natuurlijk, je kan al raden wat er gaat gebeuren. Maar gewoon, ze hebben allebei hun eigen agenda. En zij is echt, ze doet echt zich voor als de meest irritante vriendin ever. En hij probeert maar zo goed om te gaan met alles wat zij doet. De combinatie ervan maakt gewoon echt een hele grappige, leuke film. Waar je gewoon spontaan verliefd van wordt. En dat willen we van romcoms. We willen ook het gevoel krijgen alsof we verliefd worden. Maar deze film echt een aanrader. Want deze blijft gewoon goud. Die staat ook op Netflix. En dit is denk ik een van mijn favorieten. Het is echt een parel. What Happens in Vegas. Deze film is ook met Ashton Kutcher en met Cameron Diaz. En dit keer hebben ze een wilde nacht in Las Vegas. Zijn ze met elkaar voor de grap, omdat ze super dronken waren, met elkaar getrouwd. En vervolgens krijgen ze meteen een ruzie. Ze mogen elkaar eigenlijk niet echt. En op die seconde wint een van de twee de jackpot. Een van de twee wint de jackpot. En dat betekent dat ze miljoenen euro's hebben. Of duizenden, I don't know. Heel veel geld. Maar de ander denkt, fuck jou dan. Doei, ik ga wel. En ik neem mijn geld mee. Maar dan zegt Cameron Diaz, honey, we're married. En vanaf dat punt moeten ze eigenlijk bij elkaar blijven. Want anders wordt het geld van hen afgenomen. En het is gewoon een hilarische situatie. Dit is zo'n lekkere, snelle romcom die gewoon lekker chill wegkijkt. Deze is eigenlijk echt de romcom van romcoms. En het perfecte voorbeeld van waarom ik hou van romcoms. En dat is Love Actually. Love Actually kent iedereen, hoop ik. Kerstfilm oorspronkelijk met echt 20.000 mensen die zeg maar de main cast spelen. 6 verhalen door elkaar heen die uiteindelijk dan aan het eind bij elkaar komen. Het is een beetje Alles is Liefde, maar dan in het Engels. Alles is Liefde is gewoon een rip-off van Love Actually eigenlijk. En ik wil het even zeggen omdat ik ook nog een andere film heb met
deze basis, I guess. Welke ik nog meer super leuk vind is Mother's Day, New Year's Eve en Valentine's Day. Dat zijn er eigenlijk gewoon vier met hetzelfde concept. What to expect when you're expecting. En deze gaat over baby's en zwangerschap. Verhalen die bij elkaar komen. En deze vond ik ook heel leuk. En gewoon heel grappig. Voor de rest heb ik The Wedding Date. En dit is met Mulgurry blablabla. Je kan hem kennen van de serie New Girl. Daar heeft hij een bijrol. En voor de rest zit hij in... Oh my god, die film was ik bijna vergeten. My Best Friend's Wedding. Die stond heel lang op Netflix, maar die is afgehaald. Die is super leuk ook, by the way. Dit gaat eigenlijk over een vrouw. Een vrouw die naar de bruiloft moet van haar zus. En niet alleen wilt gaan, want waarschijnlijk komt haar ex ook op die bruiloft. Dus huurt ze, regelt ze eigenlijk mannelijke... om haar vriend te spelen voor dat weekend. Zodat zij mensen het idee kan geven dat ze gewoon een top leven heeft. Dit is gewoon de perfecte formule voor een romcom. Het is zo grappig. Wedding Date is ook één van mijn favorieten. Ik heb hem op DVD. Maar vind een manier om te kijken een keer, want hij is zo leuk. En dan heb ik er nog eentje. En dit is Leap Year. En ik wil deze er gewoon in hebben omdat het ook echt één van mijn favorieten is. En ik denk dat ik gewoon meer een sucker ben voor zeg maar de romcoms scenario's van... Oh, we haten elkaar, maar toch worden we verliefd op elkaar. Ik weet niet wat het is, maar ik geniet er gewoon altijd van. En dit deel gaat over een meisje die eigenlijk gewoon een hele leuke vriend heeft en graag met hem wil trouwen. Maar hij doet het maar niet. Dus zij denkt... Fuck it, ik doe het lekker zelf. Dus ze gaat naar Ierland om daar in de traditie leap year. Dan is het de enige moment dat je als vrouw je man ten huwelijk kan vragen. Dus zij gaat erheen om haar man die in Ierland is tegemoet te komen en hem ten huwelijk te vragen. Ze komt op de verkeerde plek terecht in een hut ergens. Dan komt ze iemand tegen en hij gaat haar helpen om naar haar man te gaan in Dublin. Dus ze moet een hele reis tegemoet gaan om die man van haar te zoeken en dus... Ja, je kan het al bijna raden wat er zal gebeuren. Maar het is ook weer, ze mogen elkaar niet en alles gaat fout. En al haar spullen raken kwijt. En het is gewoon perfect, want ik geniet ervan. En hij is heel erg grappig. Dus Leap Year moet je ook een keer kijken, want die is zo leuk. Dus jongens, ik denk dat dat mijn films waren voor vandaag. Als jullie een deel 2 willen van deze romcom of een ander genre of series of whatever. Laat het weten in de comments. Let me know wat jullie van me willen. En dan lever ik. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. En ja, dan zie ik jullie volgende keer wel weer. Doeg!